Richard van Bussel en zijn vrouw Jacqueline uit Ommel rijden al 5 jaar de Noordkaap Challenge voor het goede doel. Dat doen ze meestal voor kinderen met diabetes, maar nu ook voor het Elkelijk ziekenhuis. Austeer Jonie Kuiten van Sirius TV zocht Richard op. Richard, jij hebt afgelopen december meegedaan aan de Noordkaap Challenge, maar dat was niet de eerste keer voor jullie. Nee, dat klopt. Daar hebben we nou, ik heb het 5 keer gedaan en mijn vrouw 4 keer hebben we meegereden. Ja. Ja. En waarom doen jullie mee in deze challenge? Omdat wij proberen, sowieso is het een supermooi avontuur om het te doen. In dat land is gewoon niet te geloven wat je er kunt zien. En vooral dat we zoveel mogelijk geld op kunnen halen voor het goede doel. En dat goede doel voor ons is het kinderdiabetes team in het Elkelijk ziekenhuis. En tegenwoordig heet dat voor Kids & Co, volgens mij, zoiets. Kind en jeugd, afdeling kind en jeugd, daar gaat het dan naartoe. En als contactpersoon heb ik daar dokter Hurks. Die heeft ons ook altijd begeleid, omdat wij zelf 2 kinderen hebben met diabetes. En ja, ze doen de... En is ook het feit dat jij ook 2 kinderen hebt die zelf diabetes hebben, dat jullie voor dit doel hebben gekozen? Ja, ja, dat is echt de drijfsfeer om het ook te doen. En als je dan terugkijkt dat die kinderen een geweldig leuke dag hebben gehad met z'n allen in Toverland zijn ze geweest. Nou, dat geeft me weer moed. Ik vind dat toch leuk. En als je ze door steun van bedrijven, waar ik dan toevallig werk, steun kan krijgen om een heel bedrag bij elkaar te krijgen, door middel van stickers op onze auto te plakken. Ja, dat is toch geweldig om dat te doen. Ja, want wat is het bedrag wat jullie bij elkaar hebben gehaald? Dit jaar was het €5200 en andere jaren was het ook meer, maar toen had ik ook een half jaar de tijd om voor te bereiden. En nu was het last minute instappen en hebben we toch in 3 weken tijd voor elkaar gekregen. Ja, want als ik nou even naar die challenge ga, hoe ziet dat eruit daar in het noorden? IJswegen, min 30, min 35 graden. Boven de Poolcirkel ga je rijden, dan is het ook 6 dagen donker, dan wordt het ook niet licht. Als je geluk hebt, ziet het noorderlicht. Dan hebben we daar ook wel 3-4 dagen gezien en zelfs ook ijskristallen in de atmosfeer. Ja, dat doet het ver. Dat is gewoon de kers op de taart. Dat is gewoon super. Richard, ik heb van jou nou wel een impressie van hoe die challenge is, maar wat is die challenge werkelijk? Wat ga je doen? Wat we gaan doen is, eigenlijk is het van Kaap tot Kaap. We starten bij Kaap Amsterdam. En dat is een restaurant, dat heet toevallig Kaap. En we gaan naar de Noordkaap en weer terug naar Kaap. Het is een route van 13 dagen. En in die 13 dagen rij je 7200 kilometer. Eerste dag naar Kopenhagen, de tweede dag naar Stockholm. Dan ga je de boot op naar Finland. En vanuit Finland ga je weer rijden binnendoor via langs de Russische grens af. Tijvalkoski, noem maar op, tot aan de Noordkaap toe. Leuke van de challenge is, daarom heet het ook challenge, de achterban, mensen die je kent of bedrijven of iemand, wat dan ook, die kunnen een donatie doen op een speciale pagina die door hun ontwikkeld is. En daar kunnen ze een opdracht bij zetten. En dat is de challenge, dat je onderwege die opdrachten aftikt.